over. Bastard! Ik ben boos! Perhaps that's all he knows how to be. I thought I was alone. So did I, but here we are. So what should I call my new acquaintance? Nothing. I won't be staying. Constantine has little patience. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? There's no us. I don't even know who you are or why you're here. Sorry. I'm not feeling particularly trusting right now. You won't get far without me. You don't know how far I've come. I mean, between the two of them, Lara ziet er minder gemangeld uit dan hij. Hij heeft echt werkelijk waar overal gebroken of blauwe plekken en zo. Gelukkig hebben we een pijp. Een pijp! Mijn schouder uit de kom. Ja, oh wacht, ik zet hem wel even terug. Zo! Ik schiet hem door zijn hoofd heen, kijk wat er gebeurt. Ik heb geen pijlen, dus dat mag niet. Ik wil hem. Can you get out? Wait. Let me out. I can help you. I can't trust you. We may not be enemies. I can see that. I suspect you do too. I work better alone. I know the layout. I know the land. I'm a fast learner. I'm no doubt of that. Maybe I can offer you something more valuable. I know what you're all after. Thank you. I'm Jacob. Lara, take this, in case we get separated. We have to move. The guards will be coming through on rounds any moment. Our best chance of escape is to make our way to the old tree. And what then? Ik ga voor, Sled. My village is in a valley on the other side of the mountain. Ze zal het nu pas koud hebben. Ze heeft haar jasje niet meer aan en zo. Why you jump down? Oh, hebben ze het lijk al gevonden? Oh, kunnen we Jacob nu wel door zijn kop heen schieten? Girl, wat? Oh, er is nog één.
Waarom stond Jacob hier? Nou door zijn hoofd heen te schieten om Maar waar is Jacob? Want ik zie hem niet. Hij zit nog steeds op het dak daar. Nee, dan gaat die arrow gelijk stoppen. Oh, wat stom. Het spel laat ons gewoon niet hem doodmaken. Oh my god, wat gebeurde daar? De stream is gestopt. Wat? Hey, kijk of het allemaal weer snel kan doen. Hij had inmiddels 3 keer dat er gewoon iets langs zijn hoofd vloog, like... het zal wel niks zijn geweest. Okay, ze staan met z'n 4 dicht op elkaar, hoe ga ik dat doen? Hey, ik zie er. Huh? I shot him while he was falling down. Hij leeft nog. I'm gonna kill you. Het was zo anticlimactisch ook gewoon. Head to the courtyard. I'm already inside. Nee, ik moet nog heel even wat laptops rammen. Ja, ik ben er niet heel goed in. Hey, ik kan er niks aan doen dat ze er zo slecht in is. Waarom zat er een paddenstoel in die kast? Er zat een paddenstoel in die kast. Dat gewoon een kluisje openmaakt en gewoon iemand zijn ondergoed erin vindt. Vies ondergoed, dat ze wilde verkopen op OnlyFans. Lor, ik raad jou. Then I have good news. Reconnaissance from the scouts. The natives have a settlement on the other side of the mountain. Soon, you will have your day. Toen gooide Lara een granaat. Waren ze allebei dood? Of een aangestoken dynamietstaaf nog beter. You doubt me? You know what I've given to Trinity, what I've sacrificed, what I face. Het is maar goed dat ze aan het einde van het spel doodgaat, anders was ze wel gestorven van corona met die longen. Oh my god. Send your men to this settlement. Find out what they know. It's too dangerous. Let me have my pleasures. Doeken. D-O-A-K-A-N. Poepseks toch? Krijgen poep op hun kaart. En laat ze echt zo'n uitgesmeerde drol achter op die tafel. No. En in schijt geschreven, Lara was here. Ja. En zo'n klein cocktailvlaggetje met de Britse vlag. Ja. What have you done? England was never murderous France. Een military patch voor Trinity Soul. Wauw. Nu kun jij net doen alsof je Trinity bent, Lara. Ja. En plak hem op je neus. Gebruik hem als eye patch. Oh! Oh nee! Hey, bier! Look! Zag je die arm daartussen van hem?
Nee. Nee. Oh. Die stoel wist zo mooi te lanceren. Ook fijn dat er een mandje met bloemen was achtergelaten. Girl, waarom kwam je zo dichtbij? Wat zei je? Hier, een blikje. Dan kan ik nog wat bonen uitschrapen. Snel, ik ga er heel hard een scheef in laten. Ja, en dan... Lara is mijn poppen. Auw. Ze ging wel met haar gezicht face first die kast in. Als ik nou drie keer heel snel klik, werkt dat ook? Dat is niet zo goed, ze heeft een stroke. Dit is het grappigste wat we hebben gedaan. Zo, brak je je been bij die val. Lara, be careful. They're everywhere. Ja. You'll run into some trouble. There he is! Take him out! Whoops. Damn it! Niet meer een paar keer in zijn anus geschoten. Oh, hij was ook gelijk. Oh. Damn it. Right on my prostate again. Oh, zullen we met de Golden Fang? Oh, die is wel lekker. Gewoon dat het zo'n kutwapen is. Nee, gewoon dat ene schot dat heel dodelijk is. Ik raak gewoon met die Golden Fang heel vaak in een probleem. Omdat ik dan misschiet en dan moet ik wachten. Oh my god! Just you and me. Oh, dunk met haar hoofd in die emmer. Ik ben Ruben en mijn tweede naam is Gele Gerda. Nee, Manke Tony is mijn tweede naam. Hoe ging daar een explosief af voor wat ik daar deed? Meat shield. Dat is ook wel heel prettig, dat je iedere keer moet herladen. I'm Big Daddy. Big Daddy Johnson van Kim Possible. We zijn wel gesaved hier, dus dat scheelt. Ja, precies. Haar ziel verlaat haar lichaam. Dat is de Big Baba. Ja, dat gaat niet zo lekker. Ik haat dit stuk. Ik ga hier altijd dood. Ik heb zo'n poison arrows, kijk of dat helpt. Oh my god, ja!
Oh my god. Die Poison Deathcloud arrows zijn de MVP van dit hele spel. Ik denk dat het Jacob's werk was. Yep. Maar hij heeft niet geloot. Dat zijn de oorbellen. Ik sla jou. What took you so long? I thought I lost you back there. Not a chance. Thanks for getting me out of that place. Let's move! We can get up through there! Watch out! Fugitive survived the freezing waters. Dood, dan eindigt het. Oh, nee, ze leeft. Nou, nu heeft ze het wel verkoud. Ik zit er, schiet er neer! Nou, maar gelukkig zijn ze net zo stil als ik, dus dat is mooi. Nou, en de adrenaline is er weer. En nu heeft ze het niet meer koud. Nou, dat is even doe jezelf droog, ziplinen. Oh my god. Hoe zagen ze haar? Maar zodra ze het water ingaat, dan is het voorbij. Vol dat ding ook op haar. Was dat maar zo. Oh. God. Is everything alright? Oh wow. Hier, wie rook? Nu heb je ook longkanker, net als je stiefmoeder. Graag gedaan. So what makes you risk so much to come here? The divine source. I know what you're looking for. But I want to know why. When I was young, it was just my father and I. He was an archaeologist too. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him, including me. Our last conversation was a fight. He took his own life. I thought I'd come to terms with it, but something else happened. And I saw something that I thought was impossible. It changed everything. I realized my father was right. He died alone and broken, but he died for something. So you believe the divine source is real? I honestly don't know. But if there is any truth to it, I have to find out. It needs to be researched and studied. It could make a difference to the world. It's not something to be hidden away. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity to have the secret to immortality? Of course not.
then I would ask you not to abandon your quest, but to alter its path. Join me and my people. Help us repel Constantine and Trinity. Then after that's done. And you leave our valley untouched. But knowing that you've done the right thing. No. I'm sorry. I can't do that. Can't. Or won't. I'll fight Trinity with you, but my goal remains the same. If I give up now... You'd feel like you'd be letting him down. Not just him. I need answers, Jacob. I need to understand. You're leaving. Right now, my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. But there may be a faster way through the old copper mine. You rest. I'll be back soon. Ooh! Nu mogen we Baba Yaga doen. Hey! Jacob! Ik in je reet, kutbeest. Oh, jij stikt er ook aan. Nu is hij weg, nu is hij weg. Fuck, ik haat dit. Hoezo we hadden hem nodig. Weg? Nou, meestal is hij er maar... Oh, ik hoor hem nog, gelukkig. Soms dan verdwijnt hij. Als je dan één keer faalt, is het spel eigenlijk... Nou, dat was jouw kans. Take 6. Ik voorspel de toekomst gewoon een beetje. Iedere keer als ik dat geluid hoor, dan moet ik denken aan die clip van Totally Spies. Dat ze dan in dat bos zitten en dat ze dan wegrennen. Ja. Waarom gaat hij dan ook pacen naar onder, like, oh, ik word in mijn rug geschoten. Nou, het is vast niks. En dan is het dus ook een rare animal, hè? Dus nu hebben we genoeg hide om al die dingetjes te upgraden. Ik wil ook nog de tijger vermoorden, of de panzer. Dat hebben we gedaan al. Die heb je niet vermoord, toch? Jawel. Die was dood daar op de vloer? Nee, we hebben hem levend gefild. Dat liet hij toe. We schoten al zijn knieën eruit, zodat hij niet meer kon bewegen. En toen gingen we hem levend fillen. Wat? Dat was op zijn kop. Je schiet het in zijn bek en hij staat er echt like, ah! Je moet me niet aan het lachen maken. Hij heeft geen tanden meer nu. Maar hoe moet ik nou nog aan de plaatjes knabbelen? Mama, vind je dat ik mooi lach? Ah! Ah nee, nog een tand! Oh! Ah! Wat nou? Nou kijk, we hebben op de map, we hebben nog een keer die gast. Toch? Kijk, hier hebben we de Strongbow, dus we kunnen hem nog een keer om iets vragen. Hij ligt amper op de grond. Oh, Lara heeft de fucking pijl er al in. Die heb je levend gefaild. Ja. You can help us then. Waarom deed hij een courtship om ons heen? Warriors spread across this valley. Last night, two of my bravest were captured, and I have reason to believe they are still alive. I've seen what you can do, and I must ask you to help. Ja. We krijgen iets heel doms, maar hierna krijgen we wat leuks.
Jarmo, we gaan de prisoners bevrijden. Is dat niet mooi? Nee. Oh. Laat ze wegrotten, kutvolk. Laten ze maar niet gevangen moeten worden. Ja, als je in eerste instantie dom genoeg was in het gevangen van Trinity te komen, hoef ik je niet te hebben. Huh. Ik ga mijn standaard toch niet omlaag gooien voor dit soort gespuis. Dat is wat Lara de hele tijd denkt. In de pon. Die dude hoorde dat niet. Die hoort niet dat er volop een lijk achter hem neervalt. Maar ze zijn slechtziend, die armor, dus daarom horen ze het niet. Ja. Juist, ja. Hey, over here. It's okay. I'm gonna get you out of here. Oeh, bijna, bijna. Ja, ik ga het doen hoor. Oh, nee, ging even mis. Sorry. Oh, nee, nee, ja. Ja, mijn handen trillen zo van de kou. Oeh, oeh, dit ging weer mis. Ja, ja, nou, nu gaat het me lukken. Nou, kom op. Ja, bijna. Ja, nou, nou ja, zeg, we waren er al. We know these lands, but there are fewer of us every season. Wil je stoppen, jij achterlijk kind? Wat is er mis? Man, Lara, die gaat helemaal gekkie door jou. Oh, stop! Ik zie niet waar het heen moet. Ik ben blind. Nou, ik zag hem echt niet. I found your warriors. They're alive. I'm starting to think it's not an accident you came to our valley, Lara Croft. Thanks, girl. Wat kunnen we daarmee dan? Een deur inslaan? Letterlijk niks. Het is gewoon een stomme outfit. Let's see. Let's look at our beautiful clothing. Ja. Nu moeten we volgens mij uitmoorden. Dat is de laatste die we van hem krijgen. Volgens mij niet. Volgens mij krijgen we er 4 van hem. Want hij moet nu gaat hij vragen, kun je voor mij een wolvennest leegmaken? En dan daarna in het wolvennest hebben we nog een laatste. He told us to wait for you, but these bastards found us first. Of misschien vraagt hij dat. Oh, grapje, hij vraagt dat. Are you all right? Hallo, ik dacht net aan je. But I need a safe place to rest in case the invaders return. Ik kan dat There's doen. A cave across the bridge over there. A wolf den. They won't look there. But I can't clear it out on my own. Not like this. We hebben gifpijlen. Okay, so here we go. We moeten ze gewoon even naar buiten lokken en dan vergassen we ze dan. We kunnen net zo goed in de wolf den blijven. Is hier ruim genoeg. Oh, there they are. Jij besluit ook even half te stikken. Ja, lekker toch. Soms zijn die stikken met die poison arrows echt too easy. Het is like... En dan mag er ook allemaal nog zo dom zijn om gewoon erin te rennen. Het is klaar. If you head there now, you'll be safe. Thank you. Do you like my new outfit? Ooh. I'm in need of your skills if you have a moment. Shotgun shredder, spreader choke. I mean, ik heb nog letterlijk geen shotgun, maar let's go, bitch. I'm ready. Dat is hem. Dat was hem al. Like, seriously? Here's the message it had. Yes. This is exactly what we need. Is dit nog iets wat ik kan lezen? Nee, wat is dit? Kan ik hier op? Kan ik koper van een tank lezen? Nee, nee, ik spreek geen periodiek systeem. Nou, wat stom van mij. Why are you such a cunt? Er komen er nu een stel wolven uit. Rauw, rauw. Oh, you mean ho.
Je wil niet weten wat ik met jou in de grot ga doen. Zullen we die tombe doen? Moeten we die put in springen? Ja. Zo. Oh, ah! Paul? Klim maar even omhoog. Jump down, bitch. Jump down? Ze moet hier klimmen, anders val je gewoon de dood in. Ja, dat is het hele idee. Ah, nou schnee, faaltje, alalala. Oh. Daar werd ze gesneden. It's assistant. X marks the spot. Is dat niet wel heel simpel? Zelfs een niet bewegend object is soms nog moeilijk te raken. Als ik die hier opgooi, dan blijft hij daarop liggen, toch? Yay! Snel de rioolpijp in. Ja. Komt er allemaal stront van al die mensen hier in één keer uit, like blablabla. Voor hoe oud het is, hebben ze verrassend veel mechanica en zo al. Beetje verdacht veel als je het mij vraagt. Zijn het aliens? Laten we conspiracy starten. Een conspiracy over een niet bestaande groep mensen. Ja, lijkt me een goed plan. Hey, zijn alle conspiracies niet over een groep niet bestaande mensen? Nee. Maar ja, wie zijn de Illuminati dan? Hè? Wij samen. Jij en je moeder. Dat is waar. Ja, sorry. Niet zo blij doen. Zo moeilijk was dat niet. Ja. Jezus, kut Lara. Klim, godverdomme, omhoog. Stinkende straalzwaan. Oh, dat is een nieuwe. Natural instincten.